De Vlaamse provincies zijn pioniers op het vlak van innovatie. Samen met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen en met de subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, kortweg EFRO, stimuleren ze innovatieve projecten. Om het innovatie- en transformatiebeleid in een regio goed te kunnen focussen, is met de Europese Unie het concept slimme specialisatie ontwikkeld. Met slimme specialisatie wil Europa dat elk land en de verschillende regio's binnen de landen niet allemaal op dezelfde manier gaan specialiseren en dat we niet allemaal hetzelfde doen. De bedoeling is dat iedereen gaat kijken wat de sterkste zijn en daar heel sterk op inzet en bekijkt hoe dat op die manier, op een slimme manier, kan geïnnoveerd worden. Een heel concreet voorbeeld is het wetenschapspark in Niel. En meer bepaald hebben we daar momenteel de clean rooms, waar dat de geneeskunde van de toekomst wordt voorbereid. Wij zijn ervan overtuigd dat zonder de steun van Europa dit niet was mogelijk geweest. En als we kijken naar datgene wat op het wetenschapspark in Niel gebeurd is, dan is dat toch wel een aardig bedrag dat Europa heeft vrijgemaakt om dit mogelijk te maken. Op het wetenschapspark van de Universiteit Antwerpen in Niel vinden we Anicels, een samenwerking tussen de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Biotechbedrijven werken voortdurend aan nieuwe celtherapiebehandelingen, maar het is niet evident om die uitgebreid te testen en op de markt te brengen. Anicels wil daar met de bouw van een accelerator op het wetenschapspark verandering in brengen. De achterliggende visie van Anicels is om voornamelijk kennis te delen. Heel veel beloftevolle producten geraken soms niet uit die onderzoeksfase tot bij de patiënt. En daar willen we met Anicels een beetje de brug bouwen. Door onze cleanroom faciliteit ter beschikking te gaan stellen van andere celtherapieontwikkelaars, beogen we meer celtherapieproducten uit een onderzoeksomgeving tot bij de patiënt te kunnen brengen. Door dit shared facility model hoopt Anicels het risico voor andere celtherapieontwikkelaars te verminderen en de kosten te verlagen. Zij hoeven dus niet meer zelf een dergelijke faciliteit op te zetten, maar kunnen hier terecht voor de ontwikkeling van hun celtherapieproduct. Die ontwikkeling dat daardoor sneller en hopelijk ook tegen een lagere kost kan gebeuren. Anicels krijgt vooral vragen van klanten die klaar zijn om met hun klinische studies te starten. De meeste van onze klanten die zijn klaar in hun onderzoeksomgeving om met een klinische studie te starten, maar lopen dan tegen een aantal obstakels om effectief tot productie van hun product over te gaan om tot bij de patiënt te geraken. Dus zij hebben ondersteuning en vragen omtrent het indienen van de dossiers die nodig zijn om te kunnen starten met een klinische studie. En ook heel vaak vragen rond het ontwikkelproces, het fabrikageproces van hun product. Door experten samen te brengen in de waardeketen van de celtherapieontwikkeling wil Anicels meerwaarde creëren. Eigenlijk trachten we de volledige waardeketen van een celtherapieontwikkeling te omvatten. Gaande van het moment dat dus de naald in de patiënt gaat om het product, het startmateriaal, weg te nemen, tot het moment dat de cellen terug worden toegediend aan de patiënt als medicijn. Dus tot het moment dat de naald terug in de patiënt gaat.